De nachtzoen. De nachtische minnares, waar die ook is. In Amsterdam, op tournee of in Egypte. Zijn leven lang al houden de maan en hij elkaar in de gaten. En hij voelt wanneer ze verschijnen wil. Dan reageert hij poëtisch of erotisch op haar. En zijn nachtgroet is voor een wel heel bijzondere vrouw. Deze nachtzoen is van acteur Sabri Saad El Hamous. Sabri, wat is jouw verhouding met de nacht? Een hele minnende verhouding, zou ik maar zeggen. Ik hou van de nacht. Ik ben een nachtmens en ik voel me op mijn best. Ik zou het eigenlijk willen omdraaien. Ik zou 's nachts willen werken. Ik bedoel, het komt ook vaak voor dat ik, omdat ik 's avonds moet optreden. Maar ik zou, 's nachts ben ik beter op mijn gemak. En ja, ik ben ook een maansmens. Ja. Dan een zonnestraal, zou ik maar zeggen. Weet je ook wanneer de maan wat doet en waar die is en wanneer die er niet is? En... Ja, ja. Ik hou hem ook in de gaten. Dat heb ik altijd gedaan. Ja? Ja, in Egypte ook. En ja, het is niet zo dat ik... soms gebeurt het dat ik denk van... Oh, volgens mij is het volle maan. En ik kijk en het is inderdaad volle maan. En waar merk je dat dan aan? Nou ja, hoe poëtisch ik ben. Of hoe erotisch ik ben. Nee. Ja? Ja? Ja, kan. Ja, kan. Het komt niet altijd voor, maar het gebeurt wel eens. Zou je een nachtzoen kunnen gebruiken, denk je? Wie of welke groep of... En dat mag iedereen zijn? Mm-hmm. Mijn moeder. Ja? Ja. Waar is ze? In Egypte. Ja. Is ze alleen? Nee, ze is niet alleen. Nou ja, ze woont alleen in dat huis. Maar dat huis is een flat in een groter huis. Waar mijn zus aan de overkant woont en mijn broer boven. En ze geven haar ook inderdaad heel braaf, netjes en ook de kinderen een nachtzoen voordat ze naar bed gaat. Maar dat doe ik niet. Dus ik zou haar inderdaad een soort steeds ouder. En zij is, als je het over helden hebt, dan was zij wel mijn eerste held, heldin. Ja? Ja. Waarom? Omdat ik in haar die combinatie zie van... spiritualiteit, gelovig, devotie voor zo'n religie als de islam, maar toch mild zijn en niet extreem denken en haar normen en waarden hebben en toch nog steeds heel breed en wijd kan denken en niet narrow-minded is. Dat is niet te geloven. Dus een vrouw die nooit naar school is geweest. Ze heeft nooit een... Ze kan niet lezen of schrijven. Ik wil haar één geven. Dankjewel. Graag gedaan.